Anil, welkom in Venlo. Dankjewel. Vanwaar deze transfer? Vanaf het moment dat ik met VVV heb gesproken, heb ik het gevoel dat ik heel veel vertrouwen van de club krijg. En het is uiteraard een hele mooie club met historie. En ik hoop dat ik hier veel minuten kan gaan maken. En welk beeld had jij van VVV voordat je hier kwam? Ja, ik ken VVV vanuit de Eredivisie natuurlijk nog. En toen vond ik het al wel een mooie club. En dat gevoel heb ik altijd gehouden. En toen ze met mij contact zochten, toen heb ik vanaf moment 1 gedacht van een mooie club. Als ik daar kan spelen, dan zou dat een hele mooie kans voor mij zijn. Inmiddels heb je de eerste trainingen al erop zitten. Hoe is dat bevallen? Ja, goed. Het is een hele leuke groep. En het veldje ligt er tot nu toe nog goed bij. Hopelijk blijft dat lang zo. Trainingen zijn tot nu toe goed. En ik voel me fit. Dus ik kan niet wachten tot het seizoen begint. Willem, Ennio van der Gouw heb je binnengehaald als nieuwe keeper voor VVV. Waarom zijn jullie bij hem uitgekomen? We zochten een jonge talentvolle keeper die waar veel ontwikkeling nog in zit. Ennio was derde keeper bij FC Twente. Zocht naar perspectief voor op speelminuten. En dat vond hij bij VVV. Dus hartstikke blij dat hij voor VVV heeft gekozen. Wat zijn zijn kwaliteiten als keeper? Ja, ik denk dat Ennio is ten eerste een heel fijn persoon op een top professional die alles aangrijpt om zichzelf te investeren. Ja, dat vind ik sowieso een basisvoorwaarde eigenlijk voor alle spelers die naar VVV komen. Dus dat geldt ook voor Ennio. Dus daarmee denk ik met die mentaliteit kan hij zich, dat is een voorwaarde voor ontwikkeling. Daarnaast is het... Heeft hij gewoon alle voorwaarden om uiteindelijk uit te groeien tot een goede keeper. En voetballend goed, verbaal ook aanwezig, dus in de communicatie van achteruit. Dus hij krijgt gewoon de kans om zich te laten zien. Dat lijkt me ook logisch. Hij is ook hartstikke ambitieus. Hij staat te trappelen om zich ook te laten zien. Dus daar is ook mooi de voorbereiding voor om voor hem ook zich te laten zien en zijn kans te grijpen. En ook natuurlijk aan mij, maar ook aan de nieuwe trainer vooral. Die natuurlijk nog niet een goed beeld heeft van alle spelers. Nou, dat is voor Ennio natuurlijk ook een mooie situatie om al zijn kwaliteiten te tonen. Als we kijken naar jezelf als keeper, wat voor keeper ben je dan? Ik zou mezelf omschrijven als een hele veelzijdige keeper. Ik hou ballen tegen, maar ik kan ook prima meevoetballen. Want je hebt eerder ook gevoetbald, toch? Ja, ik heb tot mijn 14e heb ik gevoetbald bij een amateurclub. En toen ik klein was ook selectierondes bij Vitesse, Twente, Go Eagles mogen meelopen. Dus het voetballen zit er wel in, maar ik ben nu natuurlijk wel echt keeper. Wat zijn nou je doelen als je hier in Venlo begint dadelijk aan de competitie? Mijn voornaamste doel is natuurlijk om eerste keeper te zijn. Zoveel mogelijk wedstrijden spelen en samen met de club promoveren.